Goed, in het Westen is het al langer een probleem. Maar ook Overijssel krijgt er nu mee te maken. Een nijpend tekort aan pleegouders. Het aantal pleegkinderen stijgt, terwijl steeds minder pleegouders zich aanmelden. Tineke Mulder van Trias Pleegzorg. Allereerst, waarom stijgt dat aantal pleegkinderen? Nou, dat hebben we niet helemaal helder. Maar een van de oorzaken is dat we het belangrijk vinden dat kinderen zo normaal mogelijk opgroeien. En dat betekent ook dat er een afbouw is van de groepen die we eerder wel hadden voor kinderen. En dat we kinderen zoveel mogelijk in gezinssituaties willen laten opgroeien. Okay. Op het moment dat ze niet thuis kunnen zijn. Er komen niet meer probleemgevallen bij, zozeer? Of? Dat is niet echt onderzocht. Het lijkt er soms wel op. Maar er zit ook een duidelijke verschuiving van het wonen op groepen naar het wonen in een zo normaal mogelijke situatie. Ja, ja. Aan de andere kant daalt het aantal pleegouders dat zich meldt. Heb je daar een reden voor? Nou ja, dat is misschien een beetje vergelijkbaar met wat meneer Van der Brandweer ook wel zegt. Hè? Van ja, mensen zijn druk, besteden soms hun tijd aan andere dingen. En mensen hebben soms ook wel het idee dat het heel ingewikkeld is om pleegouder te zijn. Of dat je daar heel veel voor moet kunnen. Nou, we verwachten wel wat voor mensen. Maar eigenlijk het belangrijkste wat we verwachten is dat mensen een plekje over hebben. En iets voor een kind willen betekenen die niet meer thuis kan wonen. En daarnaast gaan we met elkaar kijken van wat past dan goed bij je. Ja, ga gelijk naar je buurvrouw Gea. Jij bent pleegouder al heel wat jaren. Je hebt zelf een gezin, 3 kinderen. En daar zijn dus nog pleegkinderen bijgekomen. Begrijp jij ouders die er tegenaan ik en denken, ja, ik heb misschien wel eens interesse, maar ik doe het toch maar niet? Ik snap het aan de ene kant wel, want je denkt dat je daar de hele dag mee bezig moet zijn. Dat je de hele dag thuis moet zijn, maar dat is absoluut niet zo. Want er zijn ook verschillende vormen pleegzorg. Je kunt ook bijvoorbeeld crisis, dan komt er een kind 3 tot 6 maanden zeg maar, in jouw gezin. Maar daarna kun je wel een rustperiode inbouwen, als je dat nodig hebt voor je eigen gezin. Want het is wel een aanslag op je eigen kinderen, op je situatie, dat is gewoon wat eerder. Verandert er? Wat kun je zelf aangeven? Wat is de grootste verandering waar je rekening mee moet houden? Elk kind krijgt een ander plekje in het gezin. Door de komst van? Door de komst van een kind wat erbij komt, zeg maar. Ja. Alles is een beetje onzeker. Iedereen is op zoek naar wat is nou mijn plek? En ja, dat moet zich eerst vormen. Ja. En je moet ook wel heel, nou, dat is mooi dat pleegzorg dat ook doet, dat ze goed kijkt van welk kind hebben we hier en in welk gezin past dat kind? Ja, het wordt echt gematcht ook. Er wordt gekeken naar wat het kind nodig heeft. En daar wordt een gezin bij gezocht en niet omgekeerd. Ja. Nee, zeker niet omgekeerd. Nee. Maar de ideale situatie is dat we voor elke vraag van een kind 4 of 5 adressen hebben waarvan we kunnen kijken. Ja, was het maar zo. Ja. Ja. En op dit moment hebben we voor sommige kinderen echt bijna niks. Of moeten we heel erg zoeken of gaan we proberen heel erg in het netwerk te zoeken. Ja, waarom is dat zo belangrijk dat dat kind in een gezinssituatie opgroeit, Gea? De veiligheid. Ik denk dat je in een gezin meer veiligheid kunt bieden dan op een groep. Op een groep blijft toch een instelling iets wat je niet een kind gunt. Je gunt een kind de liefde van een gezin en de warmte. Geven kinderen dat zelf ook aan, die dat verschil hebben meegemaakt en zeggen, ja, dat gezin, dat is voor mij toch. Nou, dan kan ik alleen spreken uit eigen ervaring. We hebben 4 pleegkinderen gehad, waarvan 2 uiteindelijk ook naar een groep zijn gegaan. En als ze van tevoren hadden geweten wat die groep met hun zou doen, met hun gevoelens zou doen, ja, dan hadden ze misschien toch achteraf gezegd beter hun best gedaan om te kunnen blijven. Blijven. Maar een kind kan dat niet, want hun hebben een rugzak op van heb ik jou daar. Ja, ja, ja. En daar hebben ze zelf niet voor gekozen. Wat is die rugzak? Want dat is denk ik wat heel veel ouders denken. Wat haal ik in huis? Wat haal je in huis? Kun je iets vertellen? Het hoeft niet alleen negatief te zijn, maar welke rugzak hebben ze? Emotioneel zijn ze al flink beschadigd, zeg maar. Waar je hun veiligheid is verstoord. Je wordt nooit als kind zomaar uit huis geplaatst. Daar moet eerst heel wat voor gebeuren. Want ook in het gezin zelf komt er eerst al hulp. Nou, aan bod, zeg maar, totdat dat echt niet meer gaat. En dan pas wordt je pleegkind. Ja. Maar de rugzak is denk ik heel verschillend. Hè? Sommige kinderen komen uit een hele ingewikkelde thuissituatie. Maar er zijn ook kinderen die een beperking hebben. Denk aan ADHD, autisme, waardoor het thuis niet lukt. En voor die kinderen zoeken we soms ook deeltijdgezinnen. Dus gezinnen die het samen met ouders willen doen. Hè? Om ouders te ontlasten. Dat kinderen in een weekend ergens anders zijn. Je zegt ook die band met ouders, Gea. Jij zegt, die is heel belangrijk. Hè? Ik vind de band met de natuurlijke ouders, die moet gewoon goed zijn. Daar moet ook een stuk vertrouwen zijn. Als dat stuk vertrouwen er niet is, dan is het heel erg lastig om voor de kinderen te zorgen. Dat,
Nou, dat is een vereiste, zeg maar. Dat je, want je doet het niet alleen als pleegouder. Je moet het samen doen. Ook de dingen die de ouders belangrijk vinden, meenemen, zeg maar, ook in jouw gezin. Wat heeft het jouw gezin gebracht, zeg maar? Je hebt dat vast met elkaar ook geregeld over hoe zij er tegenaan kijken. Nou, dat er weer een pleegkind bij kwam. Hoe reageren die daarop? We zijn altijd met onze kinderen in gesprek geweest. Onze kinderen hebben het ook heus wel eens lastig gevonden. Maar als ik kijk naar onze oudste dochter, die is dan nu 23... vond het niet altijd grappig dat er pleegkinderen waren. Want ze moeten er ook best voor inleveren. Aan aandacht, ja. Laat ik dat dan maar zeggen. Maar nu werkt ze zelf in jeugdzorg. Dan denk ik, dat heb je dan wel meegenomen. En dat is wel jouw bagage geworden. Ja. En dat vind ik top. En ik denk, dat is gewoon leuk. Heb je op dit moment ook nog pleegkinderen? Ja, één pleegdochter hebben wij thuis. En haar broertje die komt weekenden thuis. Ja. Nou, en de rest komt aanwapperen. Wanneer ze willen, zeg maar. Blijft dat contact ook? Ja, we hebben met alle vier is het contact gebleven. Ja. Altijd ook blijven volgen, ook omdat je als gezin, zeg maar, hun stabiele basis was geworden. En dat is eigenlijk altijd bij allemaal gebleven. Ja. Hoe is het om daarna ook, je bent maar pleegouder, en om toch ook weer de handen ervan af te moeten trekken? Hoe gaat dat? De eerste keer was het heel lastig. Maar omdat je ze nooit uit oog verloor, kon je dat eigenlijk ook wel in stapjes doen. En je kunt alleen maar geven dat wat je hebt en meer niet. Dan moet je ook denken van klaar. Ja. Ik heb mijn best gedaan en voor hem of haar is het nu beter dat hij een andere plek krijgt. Wat moet een pleegouder hebben aan kwaliteiten, aan eigenschappen? Geduld, humor. Humor vind ik zelf een hele belangrijke. Dat je, soms moet je zoeken naar iets, maar dat je dat houdt, zeg maar. Dat je dat hun meegeeft. Dat hoe moeilijk ook iets is, dat er altijd nog wel een lichtje is. Ja. Tineke, de brandweer zoekt vrijwilligers. Jullie zoeken pleegouders. Ja. Jullie hebben een advertentie ook geplaatst. We hebben daar ook in tweetvorm kunnen we daar even naar kijken. Mooie advertentie. Ja, heel bedankt. Maar ik bedoelde eigenlijk de andere die nog komt. Want dan is het, ja, die hebben we. Ja. Lena zoekt pleegouders die haar met haar huiswerk kunnen helpen. Dit is volgens mij heel bewust een persoonlijk gerichte campagne, als ik dit zo zie. Ja, voor Lena zoeken we mensen. Maar we zoeken eigenlijk voor heel veel kinderen, gewone kinderen, een adres waar ze mogen zijn, wie ze zijn. En die ze weer verder willen op weg helpen naar hun volwassenheid. En dat zijn allerlei type gezinnen. Hè. We hebben niet één type gezin nodig, maar wat bij jou niet past, hè, wat bij het ene kind niet past, past misschien wel in een ander gezin. Ja. Dus heb je ooit gedacht aan pleegzorg, ga in elk geval vrijblijven naar een informatieavond om je verder te oriënteren. Ja. Want, Is er weer, hè? Dinsdagavond, geloof ik, in Zwolle is er weer een bijeenkomst. Ja, dat is morgenavond al. Ja. Dus dat is heel snel. Mocht dat niet lukken, dan elke maand organiseren we in principe een bijeenkomst. En op jullie site kunnen ze informatie vinden. Trias? Jeugdhulp.nl. Ik hoop dat het heel snel heel veel geschikte pleegouders oplevert. Dank jullie wel.